Nijmegen wil zich deze zomer opnieuw Summer Capital van Nederland noemen. Maar wat maakt onze hoofdstad tot een goede zomerhoofdstad? En vinden we deze titel eigenlijk wel terecht? Ik hou van Nijmegen en ik kom nooit in Arnhem. Nee, echt niet? Dat is toch een heel verschil tussen mensen van Nijmegenaren en Arnhemmers. En we stellen de vraag Koningsdag of Bevrijdingsdag. Welke van deze twee is voor de Nijmegenaren het beste? Een vrije Koningsdag. Koninginnedag. Je kijkt naar Wat zegt het volk. Welkom bij Wat zegt het volk. Je ziet het nu in een gloednieuwe Wat zegt het volk. Welkom bij aflevering 46, 47, 48, 49, 50 van Wat zegt het volk. Here we go. Here we go. Vorig jaar werd er gestart met het project Summer Capital. Nijmegen wil zich hiermee de zomerhoofdstad van Nederland noemen, vanwege al die leuke activiteiten die hier in het zomerseizoen plaatsvinden. Dit weekend vond alweer de aftrap plaats voor het tweede jaar Summer Capital. Maar vinden we het wel terecht dat wij ons de zomerhoofdstad van Nederland noemen? En waarom moet men in de komende maanden onze stad bezoeken? En wat heeft Nijmegen dat andere steden niet hebben? Wat vindt u van de stad Nijmegen? Nou, ik vind het fantastisch. Ja, perfect. Ja, echt. Ik vind hele het mooie stad. Dan komt dat mooi uit. Mijn vraag namelijk vandaag is, Nijmegen wil zich uitroepen voor dit jaar voor de tweede keer tot de zomerhoofdstad van Nederland. Nou, dat mag van mij hoor. Ja? Ja, zeker, ik vind hem echt heel mooi. Ja. En ik moet één dagje hier of langer? Ja, nee, we zijn één dag hier. Maar ik moet echt zeggen, ik vind het een enorme stad. Echt, min ik serieus. De positieve zin? Positief, ja. Hele leuke winkels. En het is ook ruim opgezet. Ik vind het wel heel leuk. Ja. En de mensen? Heel anders dan in het Gooi, denk ik, hè? Ja, dat wel, ja. Hier zijn ze vriendelijk. Zijn ze hier vriendelijk? Ja, vind ik wel. Is het Gooi een beetje stug? Een beetje kak, hè? Beetje kak. Ja, en de bediening op de terrassen vind ik heel snel. Ja, vind je ik vind het super. Ik vind het super. Ja. De dag van vandaag, wat is u echt opgevallen uit Nijmegen? Wat is echt het mooiste wat u vandaag gezien heeft? Nou, wat mij eigenlijk opvalt is dat wij een aantal winkels in zijn gegaan. En wat ik echt heel leuk vind is dat heel leuk personeel. Heel leuk benaderd, heel geholpen. Dat maak ik dus echt altijd heel weinig mee. En dat was hier, vond ik hier echt heel opvallend. Echt heel open en heel vriendelijk. Ja, niet echt. Pushend. Nee, helemaal niet. Echt. Ze laten echt jezelf zeggen wat je wil en dan kijken ze of ze helpen. Ja, nee, echt prima. Met de Vierdaagse en de zomerfeesten verdienen ze het inderdaad. Ja? Dat is toch wel het beste feest van de wereld, hoor, denk ik. Ja, toch wel. Ja, denk het wel. Maar ja. Wat heeft Nijmegen nog meer van leuks te bieden? Mensen die Nijmegen niet kennen, wat vinden jullie zo mooi aan Nijmegen? De omgeving. Omgeving in het groen. Het ligt toch een beetje in het groen. Een beetje heuvelig. Mooi, Bent u vrouw eens? Ik ben het helemaal mee eens, ja. En we hebben natuurlijk de Waal. En we hebben NIC. En we hebben heel veel te bieden. Waar het wel wat minder mee gaat de laatste tijd, hè? Jawel, ja. Eens of oneens? Ja, nou, met Vierdaagse en zo, zie ik daar helemaal zitten. Vind ik daar ook terecht. Ja, zo'n 10 weken nog, hè? Dan is de Vierdaagse weer een feest. Ja. En dan komen we speciaal kijken uit Ulft. Ja. Dus de zomerhoofdstad van Nederland, moet ik zeggen, voor het tweede jaar. Ja. Eens of oneens? Ja, eens. Ja? Helemaal eens, ja. Waarom dan? Zeg eens. Ja. Je zegt eens? Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon... Echt een hele mooie stad. Het is een mooie stad, gemoedelijke stad. Het is gezellig in de winter en de zomer, vind ik. Dus, en alles is heel goed bereikbaar, dus ja, ik vind het super. Nijmegen heeft een Vierdaagse feest. Noem nog eens wat andere hoogtepunten uit Nijmegen, wat echt Nijmegen trekt. Ja, voor ons trekt, en dat is dan misschien niet het hoogtepunt wat jullie bedoelen, maar de sfeer. Ja. Dus de nostalgie van de mooie gebouwen, Stevenskerk, het Waaggebouw. En dan pakken we hier meestal, als we bij zijn moeder zijn geweest, een terrasje. Wat vind je van Nijmegen? Dat wilde ik graag weten vandaag. Gezellig. Ja? Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja. Wat brengt jullie vandaag naar Nijmegen dan? Een weekendje weg eigenlijk. Een paar weekendje dagen. Weg in de omgeving. Ja. In Groesbeek. Met ons zoontje voor het eerst op vakantie. En jullie zitten in Groesbeek? Ja. Ja, op een camping of zo? In een klein huisje. Okay. Ja. En waar woon je? Een Lentcentrum of een nieuwbouw? Een nieuwbouw. En wat vind je van de oversteek?
ja, mooi. Ja? Ja, je bedoelt Veurland, hè? Ja, toch? Ja, ja, is prachtig. Dat is een mooi wandelgebied, alles top en eraan. Ja, ja, en ook heel veel mensen gaan daar zomers naartoe om te zwemmen en bij het water en zon en hardlopen. Wordt heel veel sport. Ja. Dus ja, Nijmegen heeft echt alles wat je maar wilt. Voor mij wel. Kom je als in Arnhem? Ja, maar die haalt het niet, vind ik. Nee, ik vind het stadscentrum vind ik niet vergeleken met Nijmegen. Nou ja, het park wel, waar we net langs kwamen, is wel heel mooi. En ook wel leuk dat daar nu al veel mensen buiten zitten. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja. En zo langs de Waal hier hebben we een stuk gelopen. Dat mis je in Utrecht, denk ik, hè? Ja, dan heb je de grachten, maar dat is ook altijd heel druk. Dus daar kun je niet aan gaan liggen. Hier kun je wel op het zand gaan liggen natuurlijk aan de Waal. Het ziet er echt heel mooi uit. Hoe zijn jullie ertoe gekomen dan uiteindelijk om dan voor Nijmegen te kiezen? Je had er voor Limburg kunnen kiezen, voor Maastricht. Nou, dat zijn van die aanbiedingen voor zo'n weekendje weg. Dat is het. Ja, en dan pakken we zo'n hotelletje en dan gaan we een weekendje weg of zo. Dan kan je ook even over de grens heen, dat hebben we ook gedaan. En dan komen we toch weer terug en weer hierheen. Ja. Nee, maar dus jullie zeggen terecht gewoon moet de zomerhoofdstad van Nederland gaan worden. Ja, mag serieus. Mag ik. Ja. We kijken onze ogen uit. Ja. Gelukkig. Nou, goed om te horen. Kom je wel eens andere steden die ook net zo mooi zijn als Nijmegen? Ja, zeker wel. Ja, waar gaat u wel eens naartoe? Den Bosch, gaan we regelmatig Utrecht, Amsterdam. Ja? Ja. Ik hoor vandaag van mensen op straat dat Nijmegen zo open en zo vriendelijk is. Is dat zo? Is de Nijmegen nou zo vriendelijk? Ja, over het algemeen denk ik wel. Ja? Ja, of een grote mond en een klein hartje. Ja, dat is soms ook, hè? Nou, fijne dag nog vandaag, dankjewel. Ik wil één ding zeggen, ik hou van Nijmegen en ik kom nooit in Arnhem. Nee, echt niet? Dat is toch een heel verschil tussen mensen van Nijmegen en Arnhemers. Oké. Nou, dankjewel, fijne dag. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina. 27 april is het Koningsdag en een week later, op 5 mei, is de Bevrijdingsdag. En in Nijmegen zijn deze dagen veelal hetzelfde. Het wordt in het Hunnenpark voornamelijk gevierd. Toch zijn er denk ik een paar verschillen die voor mensen het doorslag geven welke van deze twee dagen zij het leukste vinden. En die ga ik vandaag uitzoeken. Als je moet kiezen, Koningsdag of Bevrijdingsfestival? Als in de dag of als in hier zo bijvoorbeeld? Ja, als in welke van de twee heeft jouw voorkeur? Ja, ik vind Koningsdag hier in ieder geval altijd wel lekker. Ja? Ja, qua programmering en zo, qua muziek. Ja, dat eigenlijk. Koningsdag? Moeilijke vraag. Dat is het doel van de vraag ook. Nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik vind allebei echt heel leuk. Maar goed, kijk, Bevrijdingsdag, als het gaat om de dag, ja, vind ik dat belangrijker dan Koningsdag. Want Willy, is leuk. Ja, is leuk. Ja, precies. Maar die was er ook niet geweest als ze Bevrijdingsdag niet hadden. Dus... Kijk, daar ga je al. Ja. Ik vind het lastig. Ja, dit is niet... Kijk, als iedereen de hele tijd gaat zeggen, ik weet het niet. Maar wij weten het wel. Oh, jullie weten het wel. Ja, sorry, maar jullie zijn degene die de hele tijd naar achter stapt als er een camera opgericht wordt. Kom eens even. Hi, wie ben je? Malou. Hallo Malou. Hi. Maar het gaat om Eline eigenlijk. Want vorig jaar hadden wij een hele leuke dag samen, op Bevrijdingsdag. Ja. En daar hebben we leuke herinneringen aan. Maar Eline, die is nou een beetje bang. Kom maar daarom... voorbij, stel je niet zo aan. Kom Eline. Maar vorig jaar hadden wij een hele leuke Bevrijdingsdag samen. En daar hebben we leuke herinneringen aan. Dus daarom gaan we voor Bevrijdingsdag. Wat maakt deze Bevrijdingsdag zoveel leuker? Het was vooral heel lekker weer. Ik moet het aan jou vragen, denk ik. De zon. De zon. Ik heb echt een heleboel zonnige dagen gekend. En die zijn lang niet allemaal memorabel geweest. Dus ik geloof niet dat dit het volledige antwoord is. Ja, toen waren we zelfs verbrand. Die dag. Ja, ik kan me nog herinneren. Crazy. Ja. Jullie zeggen Bevrijdingsdag. Ja, Bevrijdingsdag. Ja. Als jij moet kiezen tussen Koningsdag of Bevrijdingsdag? Nou, komende Bevrijdingsdag ga ik toch naar Wageningen op kraamvisite bij mijn broer. Oh, dus, maar het fijne is dat ze allebei verschillende dagen vallen, dus je hoeft niet te kiezen. Nee, dat is een ijzersterk argument. Maar dat zou deze vraag wel een stuk saaier maken als iedereen dit zegt. En dat iedereen zegt ook dit, dus ik dwing mensen wel om een van de twee te kiezen. Oké. Ja, Bevrijdingsdag dan. Ik vind allebei even leuk. Maar zo werkt het niet. Dat is niet hoe kiezen werkt natuurlijk. Oké. Er ligt er al wat moois feestjes, toch? Ja, prima antwoord. Een kut antwoord, maar ja, je hebt er weinig aan, maar het is wel zo, toch? Ja, toch niks zo. Waar is het mooiste feestje nu? Vandaag is Koningsdag, dus ik denk hier dan. Vandaag hier, ja, oké. Koningsdag. Maar eigenlijk Koningsnacht.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is eigenlijk beter. Vandaar dat we er ook zo florissant bij staan. Ja, oké. Okay. Dus de enige reden dat je Koningsdag boven Bevrijdingsdag verkiest is omdat je op Koningsdag zo lekker uit kan brakken. Ja. Ja. Koningsdag, duidelijk. Ja? Ja, joh. En wat is de doorslaggevende factor voor jullie? Dat het eerder Koningsdag is dan Bevrijdingsdag. Ik bedoel, het is een schone. Hier heeft iemand net niet genoeg tijd genomen om even te berekenen hoeveel woorden er op zo'n tegeltje passen. Dit is toch grappig. Is Prinsjesdag ook een optie? Prinsjesdag. Koningsdag of Bevrijdingsdag? Ja, sowieso Koningsdag. Wat zei je? Sowieso Koningsdag. Koningsdag? Ja. En wat is voor jou de doorslaggevende factor? Gewoon iedereen is een oranje en iedereen is hier het feest. Hoeveel oranje heb jij aan vandaag? Ja, niet zoveel, hè? Nee, bar weinig inderdaad. Maar. Hey. Je hebt wel een kroon, dat is iets voor te zeggen. Bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag? Ja, Bevrijdingsdag, ja. Dat is een lefkoos, hè? Of Koningsdag Bevrijdingsdag zeggen. Zo ja. Ik sta hier met de band Tahiti. Als jullie moeten kiezen, Koningsdag of Bevrijdingsfestival? Bevrijdingsfestival, denk ik. Een vrije Koningsdag. Koninginnedag. Ja, dankjewel voor echt bijzonder zinnige antwoorden. Super chill, man. Dank je. Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat zegt het volk, N-events en Nimmer Noise. We go!